worden heel vervelende liedjes steeds gezongen over Boussata. Maar die is de beheersing zelf. Kiwu. Boussata. Oh, Witsche. Daar komt je tweede gele. En dus een rode kaart aan. En er is niets tegen in te brengen. Nu is het scheidsrechter van Egmond te veel geworden. Maar zeggen ze niks anders. Ik word continu aan. Nou, 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 hij moet hier op het veld zo, zeg maar. Bazour. En weer die vervelende geluiden uit het ADO Den Haag vak. De woede is uiterst voorspelbaar bij Mendes Moreira. In zijn ziel wordt gekrenkt natuurlijk door een deel van die mensen die daar zitten. Ja. Zoveel gezien in Europa. Hij stopt ermee, Gerrits. En ik vind het een buitengewoon goed signaal dat er nu eens een keer echt iemand optreedt. Want we hebben het veel mis zien gaan de laatste weken. Het is jammer dat zo'n ontzettend leuk eerste half uur op deze manier verziek wordt. Maar hij is er zwaar emotioneel onder. Mendes Moreira. En daar kun je je alles bij voorstellen. Denk je dat we dit anno 2019 moeten accepteren of zo? Natuurlijk, ik wil het liefst over de wedstrijd praten, maar... Ja, ik ben gewoon boos en teleurgesteld dat dit gewoon nu nog steeds moet gebeuren. Kijk, weet je wat het is als je tegen mij zegt, kut Excelsior Rotterdam of wat dan ook. Accepteer ik het allemaal, maar het wordt persoonlijk. Ik begin bij de eerste minuut al. En dan wordt er gezegd K Zwarte, K Neger, K dit, K Katoenplukken, Zwarte Piet. Als je mij afkat of wat iets over mij zegt en het is niet persoonlijk, ala. Ik accepteer het allemaal, we voetballen allemaal, we weten allemaal wat er wordt gezegd van de zijkant. En ik accepteer dit ook, maar dit kan je niet accepteren. En ik vind gewoon dat er wat tegenaan gedaan moet worden.